Zo, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag ga ik alles uitleggen over optische zoom, over digitale zoom en natuurlijk neem ik daarmee ook de crop factor mee. Wat zijn nou de meest verstandige keuzes die je kunt maken om een beeld wat groter te maken, dus om je onderwerp wat beter in beeld te krijgen? Ik maak deze video omdat een paar weken geleden een van de kijkers van het kanaal deze vraag stelde. En dat was naar aanleiding van een van de eerdere video's. En de vraag was, wat is nou het verschil tussen optische zoom en digitale zoom? En kun je daar een keer een video over maken? Nou, dit is dus die video. Het eerste wat van belang is om te begrijpen is dat er lenzen zijn met verschillende brandpuntsafstanden. En dat is eigenlijk het beste uit te leggen als een soort vergrootglas. Dus je kunt met je camera verschillende lenzen gebruiken. En de ene lens zal het beeld, je onderwerp, meer dichterbij halen als een andere lens. Zo heb je groothoeklenzen, die dus heel veel in beeld brengen, maar waarbij je onderwerp wat kleiner wordt afgebeeld, of zelfs heel klein wordt afgebeeld. En zo heb je natuurlijk standaard lenzen die een beeldhoek geven die vergelijkbaar is eigenlijk met ons eigen gezichtsveld. Dat is zo rond de 35 à 50 mm. En alles wat daar boven zit, dat wordt eigenlijk gezien als telebereik, telelens. Ik heb zojuist een aantal opnames gemaakt en die zal ik gedurende deze video door de tekst heen monteren. En ik heb daarvoor twee camerasystemen gebruikt. Het ene camerasysteem is een Nikon full frame. En daarop heb ik drie verschillende lenzen gebruikt. En daarmee heb ik videobeelden en foto's gemaakt van één en hetzelfde onderwerp. Namelijk een molen die staat in het prachtige dorp Garnwerd. En Garnwerd ligt net even boven Winsum. In het mooie hoge land. Ik heb de camera met de lenzen op een statief gezet, zodat ik steeds ongeveer vanuit dezelfde positie datzelfde molentje fotografeer. Op de Nikon set kan ik daarmee met het gebruik maken van drie verschillende lenzen een zoombereik van 24 mm tot 500 mm demonstreren. 24 tot 500. Dat zit niet in één objectief, maar dat zit in drie verschillende objectieven in dit geval. Namelijk een 24-120 f4, een 70-200 f2.8 en een 200-500 f5.6. Om alles zo gelijk mogelijk vast te leggen, heb ik alle foto's gemaakt met f8, omdat immers de lichtsterkte van de lenzen allemaal wat verschillend is, maar ik f8 op alle verschillende lenzen heb kunnen instellen. Dus de foto's die je gaat zien, die zijn allemaal gemaakt met f8, een 400ste seconde, een ISO-waarde van ik geloof 320 of iets dergelijks en een belichtingscompensatie van 0,7 omdat er sprake was van een beetje tegenlicht. De tweede set die ik gebruikt heb, is een set rondom de Olympus OM-1. De Olympus OM-1 is een Micro Four Thirds camera en die heeft een crop factor van 2 ten opzichte van full frame. Die Nikon Z6II, waar ik het zo even over had, dat is een full frame camera. Dat betekent dat het beeld wat je maakt met een Olympus camera twee keer zo groot op de plaat komt. Dus eigenlijk vergroot hij nog twee keer meer dan dat de lenzen van de Olympus eigenlijk aangeven. Op de Olympus heb ik vier lenzen gebruikt. Ik ben begonnen met een 7 tot 14 mm. Daarna van 12 naar 40 mm. Dat zijn 2.8 lenzen. Vervolgens een lens die van 40 naar 150 mm gaat, dus ook een 2.8 lens. En tot slot een teletoeter van 150 tot 600 mm.
En dat is een lens met een variabel diafragma. Die gaat, uit mijn hoofd gezegd, van f5 naar f6.3. En dat is ook de reden waarom ik alle foto's die je gedurende deze video te zien krijgt, heb gemaakt met f8. Om het zo gelijk als mogelijk, zeg maar, te laten zien. Nou, wat je kunt zien is dat je dus een enorm zoombereik kunt hebben. Dat je daar verschillende objectieven voor nodig hebt. Maar alles wat ik je laat zien is optisch. Dus al die vergrotingen zijn ontstaan door glas. Door de instellingen op de zoominstellingen, zeg maar, in de lenzen aan te passen. Waardoor je een optische vergroting krijgt. En dus een echt beeld. Verderop in de video zal ik laten zien dat het ook mogelijk is om beelden te kroppen. En kroppen, dat moet je niet verwarren met de kropfactor van de Olympus. Maar kroppen, dat is eigenlijk het Engelse woord voor uitsnijden. Dus als je een foto hebt ingeladen in de computer en je wilt eigenlijk een kleiner deel van die foto als uiteindelijke foto gebruiken, dan kun je in je beeldbewerkingssoftware daar een stukje uithalen. En dat noemen ze kroppen, uitsnijden. Ik zal je laten zien wat er gebeurt als ik het beeld wat op de Nikon met 24 mm is gemaakt, zo ver ga uitsnijden dat het lijkt alsof die met 500 mm is gemaakt. En dat ga ik op de Olympus doen, van 7 mm naar 600 mm. En zoals je begrijpt is dat dus niet optisch, maar dat is dus het uitsnijden vanuit de foto, vanuit het originele bestand. En dat betekent dat je pixels weggooit. En dat je dus heel diep gaat insnijden in het digitale bestand. Het gevolg daarvan is dat je steeds minder pixels overhoudt en dus ook veel minder detail overhoudt. Betekent dit dat je niet moet kroppen digitaal? Nee, dat is niet wat ik zeg. Want soms is het niet mogelijk om in de praktijk dicht genoeg bij je onderwerp te komen. En dan zal het uiteindelijke resultaat van je foto mooier zijn, hè, als je daar bijvoorbeeld storende elementen van af kunt snijden. Maar de beeldkwaliteit die je kunt halen, die zal eigenlijk nooit zo goed zijn als de beeldkwaliteit die je kunt halen door optisch in te zoomen. Maar om optisch in te zoomen heb je wel glas nodig wat dat mogelijk maakt, waarmee dat kan. En zoals je kunt zien in het geval van de Olympus is het natuurlijk een gigantisch groot bereik. Want je gaat eigenlijk, als je dat omrekent naar full frame, van 14 mm naar een onvoorstelbare 1200 mm, dus dat geeft een enorme vergroting. En dat kun je digitaal gewoon niet halen. En dat heeft simpelweg te maken dat als je gaat insnijden in je foto, dat je dus de omringende pixels als het ware weggooit en daarmee gooi je beeldkwaliteit weg. En de overgebleven pixels die worden als het ware uitvergroot. En zodra je boven de 100% komt, hè, dus boven de 100%, dat wil zeggen je pixelgrootte, dan krijg je een beetje wat de Engelsen dan noemen een pixelated effect. Dan kun je al een beetje gaan zien dat je foto uit blokjes wordt opgebouwd. Nou, ik denk dat dat ongeveer het belangrijkste is wat ik kan uitleggen over optische zoom, over kropfactor en over digitale zoom. Dus ja, hier zou ik het voor nu eventjes bij willen laten. Ik hoop dat je iets van deze video hebt geleerd. En als dat zo is, geef me dan een like en abonneer je op het kanaal, want dan mis je de toekomstige video's ook niet meer. Dit was het even voor vandaag. De hartelijke groeten vanuit Garnwerd, even boven Groningen in de gemeente Hogeland. En ik heb het al vaker gezegd en ik sluit er altijd mee af. Pak je camera, ga erop uit, experimenteer en leer van je fouten. Tot de volgende keer. Hoi!